Het schooljaar is al een tijdje bezig en de eerste spreekavond met ouders staat op het programma. Je opent jouw mailbox en ziet dat meerdere ouders zich hebben ingeschreven om met jou te spreken. En terwijl je naar de lijst met namen kijkt, denk je na over wat je allemaal fout kunt hebben gedaan. Of waar je tekort bent geschoten. Wat beter had gekund en wat beter had gemoeten. Misschien zijn ze wel woest en hij is een andere docent die wel fatsoenlijk kan uitleggen en hun kind wel ziet staan. Of misschien willen ze gewoon even kennis maken. Welkom bij Evi's Onderwijs. Spreekavonden kunnen in het begin best intimiderend zijn, omdat je bijvoorbeeld wilde verhalen van collega's hebt gehoord en bang bent voor boze ouders die hele rare eisen gaan stellen. Gelukkig is de praktijk een stuk positiever. Ouders komen gewoon even praten over hoe het gaat met hun zoon of dochter. En moeilijker dan dat is het niet. Vertrouw gewoon op jezelf en jouw kundigheid als docent. Spreekavonden, en natuurlijk ook gesprekken daarbuitenom, kunnen enorm nuttig zijn om meer informatie te krijgen, de lijntjes met thuis kort te houden en zo samen met ouders en leerlingen te kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel, namelijk het verder helpen van de leerling. Na het kijken van deze video ben je gerustgesteld over je volgende oudergesprek en heb je een aantal praktische tips om je hierbij te helpen. Laat ik het allerbelangrijkste direct als eerste noemen. Dit gesprek is geen beoordeling van jou als docent. We zijn hier omdat we allemaal het beste voor deze leerling willen en dat gemeenschappelijke doel is een hele belangrijke mindset om tijdens het gesprek in je achterhoofd te houden. Sterker nog, spreek je doel hardop uit. Zeg waar je naartoe wilt en bespreek hoe je dat samen aan gaat pakken. Zo creëer je een positieve en opbouwende sfeer, welke als goede basis voor het hele gesprek dient. Wees bewust van hoe je gaat zitten. Wil je een sfeer creëren waarbij je samen naar een gemeenschappelijk doel werkt, dan is recht tegenover elkaar zitten, terwijl jij op de luxe stoel zit en de rest op een goedkoop houten stoeltje, wellicht niet de beste opstelling. Ik zet bijvoorbeeld bij een spreekavond altijd twee tafels tegen elkaar en plaats dan vier stoelen rondom, zodat we ook non-verbaal gelijkwaardig met elkaar in gesprek zijn. Als er slechts één persoon op het gesprek komt, zorg ik dat we beide aan een hoekpunt gaan zitten en niet tegenover elkaar. Dit is natuurlijk geen must, maar wel iets om vooraf over na te denken. Wees alsjeblieft volledig eerlijk tijdens het gesprek. En daarmee bedoel ik eigenlijk twee dingen. Heb je een fout gemaakt? Prima. Geef dat gewoon eerlijk toe en ga er niet omheen draaien of het op een ingewikkelde manier proberen goed te praten. Fouten maken is menselijk en dat weten ouders ook donders goed. Belangrijker is hoe je vanaf hier samen verder gaat. Het tweede punt is, wees ook gerust eerlijk over wat er niet mogelijk is. Natuurlijk willen we allemaal het beste voor de leerling, maar binnen het reguliere onderwijs zijn er nou eenmaal grenzen aan de hoeveelheid zorg en ondersteuning die we kunnen aanbieden. Wees daar ook gewoon eerlijk over en wring je niet in allerlei onmogelijke bochten, want daar heeft letterlijk niemand iets aan. Laat de leerling meegaan naar het gesprek. Op die manier praat je niet over iemand, maar met iemand. En dat maakt niet alleen dat je meer informatie hebt en een volledige beeld met elkaar kunt vormen. Het zorgt dat je direct met alle betrokkenen afspraken kunt maken over het werken aan ons gemeenschappelijke doel. Als je er tijd voor hebt, zou je dit gesprek ook vooraf met de leerling kunnen voorbespreken, zodat deze ook tijd heeft om na te denken over zijn of haar inbreng in het gesprek. Bewaak de tijd. Dit punt geldt natuurlijk vooral voor spreekavonden, waarbij je vaak maar 10 minuten hebt voor een gesprek en daar dan vervolgens misschien wel 15 van op een rij hebt als je bijvoorbeeld mentor bent. Ik vind dat enorm kort om een fatsoenlijk gesprek te voeren en dat spreek ik dan ook hardop uit richting ouders. Is er veel te bespreken en ben je bang in tijdnood te komen, benoem het dan aan het begin van het gesprek en geef aan wat er in elk geval besproken moet worden, zodat je een schifting kunt maken en heel doelgericht in gesprek kunt. Natuurlijk kun je altijd een vervolgafspraak maken, maar kijk alsjeblieft wel uit dat je niet de komende weken al je vrije tijd hieraan gaat opofferen. Jouw vrije tijd is enorm kostbaar en belangrijk. En tot slot, sluit af en documenteer. Dit is zo'n punt dat natuurlijk enorm voor de hand ligt, maar te vaak blijft liggen. Waarschijnlijk heeft het gesprek een opbrengst, een doel en een aantal stappen hoe daar naartoe gewerkt gaat worden. Spreek dit ter afsluiting dan ook hardop uit. Bepaal wie er voor welke stap verantwoordelijk is en documenteer dit in een administratiesysteem zoals SomToday of Magister. Geloof me, dat laatste ga je jezelf heel dankbaar voor zijn bij een volgende keer dat je deze ouder spreekt. En dat was het voor deze aflevering.
Als je er iets aan gehad hebt, like de video dan even en vergeet je niet te abonneren, want er komen nog veel meer video's aan. Dit was voorlopig de laatste in deze serie over gesprekken voeren. Laat ons gerust in de comments weten wat je ervan vond of wanneer je een belangrijk onderwerp gemist hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.